De korpsen van Boksmeer en Vierlingsbeek hebben de handen ineengeslagen tijdens het noodweer van afgelopen week. Het regende meldingen tijdens het extreme weer. Diverse straten kwamen blank te staan en kelders liepen vol. Overal was men bezig om de schade zoveel mogelijk te beperken. Met man en macht werd het water te lijf gegaan. Het Maasziekenhuis heeft sinds afgelopen week haar naam op de gevel van het pand staan. Vanuit de gemeenschap zijn er al lange tijd geluiden te horen geweest dat het gebouw niet herkenbaar was als ziekenhuis. Met de nieuwe energiezuinige LED-verlichting is dat nu verleden tijd. Advies- en Bewegingscentrum Maassen bestaat dit jaar 30 jaar. Daarom organiseerde men de Beweegwijzerdag. Tijdens deze dag konden bezoekers informatie krijgen over gezond bewegen. Diverse sportverenigingen, organisaties voor ouderen en chronisch zieken, fysiotherapeuten en andere organisaties presenteerden zich op deze dag. Men kon kennis maken met een aantal sporten en ontdekken hoe het is om op je eigen niveau te bewegen. Olga Commandeur gaf een workshop bewegen. Half uur per dag bewegen, dat is belangrijk. Matig intensief. En dat kun je inderdaad bij jezelf nagaan of je matig intensief beweegt. Doordat je er een beetje van gaat hijgen. Je voelt dat je hartslag iets omhoog gaat. Dus je lichaam vraagt om zuurstof. Dan ben je matig intensief aan het bewegen. En één troost, dat hoeft niet een half uur achter elkaar. Hè? Dus je hoeft niet te zeggen van ik moet een half uur hijgen. Nee, dat mag ook in 3 keer 10 minuten. Mag ook.
En wat voor de een matig intensief is, is voor de ander een eitje. Dus de een die is al met stevig huishoudelijk arbeid, dus stofzuigen, die gaat al hijgen. En de ander die moet daar echt een beetje voor gaan joggen om te gaan hijgen. Dus dat is bij de een en bij de ander scheelt het nogal. Je zit er een geld in en dat zie je altijd. Ik heb problemen, Ja, laat het aan. Ja, dat is toch anders. Dat schaakhockey. Ja, ja, de beweging en de handen van de Dino. Ik zie hier een paar kilo's met. Soms komt de natuur wel heel dicht bij huis. We zagen ineens dat een merel het heel druk had met het bouwen van een nest onder ons afdak. Ze zit nu al de hele week te broeden op het nest. De broedtijd ligt tussen de 11 en 15 dagen. Tijdens het noodweer van afgelopen week zat ze mooi droog, al is het overdag wel erg warm onder het dak. Als de jonge merels uitkomen, proberen we dit weer vast te leggen. Op maandag 21 mei ging de eerste spade de grond in voor 6 starterswoningen in Holthees. Wij vroegen wethouder De Graaf of er nog meer van zulke projecten op stapel staan in de gemeente. Ja, er zijn nog plannen, heel prematuur, in Beugen, in Oefelt en in Overloon. En dat zijn grote kernen waar ook heel veel behoefte is aan CPO-woningen. Ja, wij faciliteren dat door een ambtenaar vrij te maken daarvoor. En die is niet alleen daar alleen vrij, maar die is daar beschikbaar voor. Om de stichting, wat er moet opgericht worden, wegwijs te maken in vergunningenland en adviserend. Zit er ook nog een medium aantal aan verbonden dat je zegt dat moeten met minstens zoveel personen zijn? Ja, er zijn wel getallen, maar daar gaan we soepel mee om. Omdat in deze tijd dat er gebouwd kan worden, gebouwd kan worden. Maar het moet ook voor de stichting attractief zijn. Want met 3 woningen, dat schiet het niet op. Maar als dat is, en we hebben ook al eens voorgesteld naar de provincie, die staan er niet afwijzend tegenover om te zeggen, doe met meerdere kernen, kleine kernen, met elkaar een CPO maken. Dat mag ook. Maar nu is hier bijvoorbeeld in Holthees, waar de 6 worden gestart en ik hoor een vraag van nog 3, dus 9. Ja, dat is super in zo'n kleine kern. Bij ons mogen de toekomstige bewoners mogen zelfs nog in een ruwbouw werkzaamheden verrichten. Ze mogen zelfs aan het beginstadium wat je vandaag gezien hebt, het uitgraven, mogen ze zelf verrichten. Dat wordt natuurlijk wel onder begeleiding van bouwbedrijf Koenen gedaan. Maar laat ik zo zeggen, het project is zodanig uitgekleed dat de prijzen voor de jongens zo aantrekkelijk zijn. En ik moet daarbij zeggen, de provincie Brabant heeft het project ondersteund met 4.000 euro voor de stad.
starters. De Rabobank heeft een startersleningen voor de jongens geregeld, wat ongeveer neerkomt op 3000 euro. En de gemeente Boksmeer heeft medewerking verleend om 25% korting op de bouwgrond te verlenen, wat voor hun op neerkomt op 10.000 euro per kavel. Dus in totaal, de starter die er komt te zitten, heeft een voordeel van rond de 17.000 euro. De bedoeling is dus dat we de CPO uitbreiden met 10 woningen. We hebben de gemeente Boksmeer gevraagd om het plan aan te passen, om daar mogelijkheden in te passen. Of dat allemaal lukt, weten we nog niet. Daar krijgen we nog uitsluitsel uit. Maar het is wel definitief zeker, dus dat we zeker nog voor 1 of 2 rondes gaan in dezelfde vorm. Hetgeen wat we nu gerealiseerd hebben, en dat hopen we tegen dezelfde prijs kwaliteitsverhouding wat er nu ligt, te realiseren. In principe mag iedereen aansluiten bij de CPO, als we maar minimaal de helft starters hebben. Dus dit gaat zeker een vervolg krijgen op allerlei manieren? Dit denk ik op tweeërlei manieren. Dus gewoon voor de vrije sector en ook gewoon de twee kappers of bejaardenwoningen die kunnen aansluiten. En daar is ook nog zeker een vervolgtraject voor de starters. Misschien 1 maal zeker met 6. En we hopen in totaal in 2 rondes dat we er nog 10 kunnen realiseren. En wij komen hier zelf ook uit het dorp en we hebben zo het een en ander te horen gekregen. En het leek ons wel een mooi project. En zodoende rondvragen en even kijken wat we allemaal konden. En zodoende zijn we dus eigenlijk erbij gekomen. Nou, je kunt eigenlijk met de muren schuiven zoals je wil, hoe je ze binnen wil hebben staan. En dan wordt dat op een gegeven moment op tekening vastgezet en dan gaat het naar de welstand toe. Het zijn inderdaad vrijdragende vloeren, dus mocht je in de toekomst niet tevreden zijn met een muur, kun je hem er gewoon uitslaan en er wat anders van maken. Je moet wel 10 jaar blijven zitten en per ieder jaar vervalt 10%. Dus blijf je daar 7 jaar zitten, moet je 30% terugbetalen.